De Zorgraad maakt zich sinds vorige week enorm zorgen over de afschaffing van de gesubsidieerde basiszorgpremie aan delen van de gemeenschap. Deze afschaffing houdt in dat mensen die in aanmerking willen komen voor gratis basiszorg eerst worden getoetst door het Staatsziekenfonds. Degenen die de premie zelf kunnen betalen komen niet meer in aanmerking voor een gesubsidieerde basiszorgverzekering. Dit omdat vanaf 1 juni aanstaande, behalve de leeftijd, ook andere criteria zullen gelden. Manojin Dori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat het SZF hierdoor grote groepen binnen de samenleving in problemen brengt. Hoewel hij begrip heeft voor dit besluit van de staatszorgverzekeraar, heeft Dori graag dat er vanuit de overheid meer voorlichting komt over deze kwestie. De criteria zijn ontzettend belangrijk en het moet zodanig scherp zijn dat je geen sprake hebt van willekeur. De ene wel en de andere volgens dezelfde omstandigheden krijgt het weer niet of omgekeerd. Dus het moet transparant zijn en die transparantie vind ik is zo belangrijk omdat mensen moeten weten waar ze aan voldoen. Ik vind zelf dat ook als verwezen wordt naar de criteria van het ministerie van Sociale Zaken, als SZF zegt ik ben niet equipped om dat te toetsen, de vermogenssituatie of de sociale situatie van een burger. Dat kan ik ook begrijpen. SZF is een ziektekostenverzekeraar. Het moet geen sociale toetsen gaan doen ver in de districten of binnenlanden of waar dan ook. Dat kan ik me voorstellen. Maar dan moeten die criteria die dan de andere instantie waarnaar verwezen wordt, het ministerie van Sociale Zaken, ook weer helder zijn, scherp zijn, zodat burgers kunnen weten wat ze mogen verwachten van de regeling van de staat. Dus ook op dat punt meer informatie naar de gemeenschap. Jolanda Pronk, hoofd juridische dienst van SZF, vindt de bezorgdheid van de Zorgraad onnodig. Ze vindt het jammer dat de raad niet eerst heeft geverifieerd met SZF alvorens in de media te treden. Ik wil daarmee niet zeggen dat we hun bezorgdheid zouden hebben weggenomen, want dat ligt aan hun. Maar dan hadden ze toch een evenwichtigere reactie kunnen geven op hetgeen zich vanuit die maatschappij zich manifesteert. Dus, want hoe je draait of keert, men gaat niet voorbij gaan aan wat de zorgraad zegt. Toch? En als de zorgraad iets zegt, in die mate van mensen komen in een gat terecht, want daarop kwam het neer. Er zou een vacuüm ontstaan, mensen zouden onverzekerd zijn. Houdt men dat vast? En dan veroorzaak je een paniek, welke eigenlijk niet nodig zou zijn geweest als je dat eerst had geverifieerd bij het SZF. Van, hoe zit dat? Dus onterecht wil, ja, ik noem het een onnodige bezorgdheid of onnodige paniek. Jolanda Pronk, hoofdjuridische dienst van het Staatsziekenfonds. Onze nieuwsdienst sprak haar ten aanzien van de bezorgdheid die de Zorgraad heeft geuit over afschaffing van gratis basiszorg aan bepaalde groepen binnen de gemeenschap. Pronk noemt de bezorgdheid onnodig.